Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag, in de verhoorwagen. Meneer Langeler, meneer Art Langeler. Spreek u mee. Ik neem aan dat u begrijpt waarom wij u bellen. Ik heb geen flauw idee, maar vertel. U was onder andere trainer van PEC Zwolle. U was hoofd jeugdopleiding bij PSV. En nu wordt u de vaste bondscoach van Jong Oranje. Ja, hoe lang is het geleden dat Jong Oranje succesvol was op een EK? Ja, wij doelen natuurlijk eigenlijk op 2007. 10 jaar geleden. Oké. Okay. Ja. Ja, toen was de Nestor Fopper de Haan nog aanwezig als bondscoach. Die werd een Europees kampioen met Nederland. U weet waar meneer de Haan op dit moment werkt? Naast zijn adviseurrol bij Heerenveen is hij assistent bondscoach van de vrouwen. Ja, bij de vrouwen dus. Uw toekomst, meneer Langeler. Vrouwenvoetbal. Nou ja, dan zou ik, als ik de carrière van Fopper moet volgen, dan moet ik eerst al naar het noorden toe. Bent u een vrouwenman, meneer Langeler? In mijn privésector zeer zeker, ja. Van het team van 2007, hoeveel namen kunt u opnoemen in de huidige selectie van Oranje? Bent u er nog, meneer Langeler? Ja, ik ben er nog, maar dit is wel een hele lastige vraag. Ik heb eigenlijk geen idee. Weet ik niet. Zal ik het zeggen? Nou, graag. Nul. Meneer Langeler, Nederlandse spelers worden steeds jonger verdettes. En verdettes, jonge verdettes, die hebben toch helemaal geen zin meer in Jong Oranje? Nee, nou, dat eerste gedeelte van de zin ben ik het wel mee eens. Dus ze zijn steeds vroeger verdettes tussen aanstekens. Overal dat ze zich geen zorgen hoeven maken over hun werk en status. Dat tweede gedeelte, dat weet ik niet zo. Want ik merk dat ik best wel veel gemotiveerde jongens heb die heel graag willen. Ja, meneer Langeler, we horen altijd dat de slechtste trainers bij de KNVB terechtkomen omdat ze geen club kunnen vinden. Klopt dat? Nou goed, wat zou ik willen zeggen? Nee, in mijn geval niet. Ik zou ook wel een club kunnen trainen, maar ook dat moet ik dan maar zien te veranderen. De positie van de heer Ron Jans komt vrij. Een stoeltje in het dugout van uw geliefde PEC Zwolle. Waarom bent u daar niet gewoon gaan zitten? Ja, omdat ik daar al geweest ben. En ik het idee heb dat het niet veel beter kan gaan dan dat de afgelopen jaren ook bij mijzelf geweest is. Is dit voor u een beetje een opstapje naar het grote Oranje, net als voor uw voorganger, de heer Grim? Nou, nee, dat ligt niet in de lijn der verwachting. Die ambitie kun je misschien in de verre toekomst wel hebben, maar levend hier en nu gaat het primair om deze paar jaar met Jong Oranje presteren. Meneer Langeler, waarom gaat u eigenlijk weg bij PSV deze zomer? Uit onderzoek van Bureau Spot is gebleken, er is nog genoeg werk te doen voor u, hoofdjeugdopleidingen. Er lopen vrij weinig jeugdspelers rond in het eerste. Ja, volgens mij hebben we de randvoorwaarden zo gemaakt dat de komende jaren beter moet gaan. Maar in mijn karakter zit verborgen dat ik om de paar jaar wat anders moet gaan doen. En volgens mij werkt dat ook wel goed in de dynamiek die voetballerij heeft. PSV kiest voor aankopen. Dat betekent wel dat ze kampioen moeten worden. Gaat het zondag goed komen in de Kuip? Nou, PSV kiest niet voor aankopen, maar PSV kiest voor een team dat kampioen moet worden. Dat klopt. En daar heb je soms aankopen voor nodig. Ik denk dat PSV inderdaad gaat winnen zondag, ja. Ja, maar zegt u dat omdat u affectie voelt met de gloeilampjes? Of zegt u dat omdat wij de portemonnee horen spreken? Nee hoor, ik heb een affectie met de gloeilampjes. Meneer Langeland, dank u wel voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Dat lijkt me terecht. Dat is wederzijds trouwens. Dankjewel.